Warning, deze video is waarschijnlijk maar 80% accuraat. Viewer discretion is advised. Het jaar was 2013. Jonge Sample Tech speelde elke dag Call of Duty Ghost na school. De gedachte om pro-Call of Duty speler te worden, werd frequent door zijn neuronen geschoten. Helaas zullen deze gedachten in de toekomst veranderen door waarom heb ik niet meer geüpload? En waarom lag ze met een ander in bed? Maar dit is geen storytime over het heden, nee. Dit is het verhaal hoe ik de nummer 1 blitzspeler werd als 15-jarig joch. Het begon allemaal met een paar vrienden die deze nieuwe game mode voorstelden. Ik, die vroeger enkel Domination en Demolition speelde, twijfelde even, maar besloot toch om mee te doen. Gelukkig, want na één spel was ik meteen verslaafd aan deze game mode. De XP die je hier kreeg was echt insane. Vanaf toen speelde ik enkel nog blitz. 'S Ochtends blitz, 's middags blitz, 's avonds blitz. Durf ik zelfs zeggen, nachtje door blitz. Ja hoor, ik was helemaal hooked. Na enkele maanden dat Ghost released was, keek ik eens op de leaderboard. Gewoon zomaar. En tot mijn grote verbazing zag ik dat ik in de top 1000 stond in de PlayStation ranglijsten. Wauw, de droom om pro-COD-speler te worden leek binnen handbereik. De daaropvolgende weken werden gevuld door examens, helaas. Oh nee, dacht ik. Ik ga mijn spot in de top 1000 verliezen. Niets was minder waar. De volgende dagen van niet studeren en heel veel gamen heeft beloofd. Ik opende de leaderboards en zag dat ik in de top 200 zat. Nu moest dit gebeuren, dacht ik. De examens zijn voorbij. Het is kerstvakantie. Nu moet ik de top 10 wel halen. Dus ik speelde heel de kerstvakantie. Dagen en nachten lang. Blitz. 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 Top 100, top 50, prestige, links en rechts. Top 20, top 10, jawel. Toen dacht ik, ik ben er nu toch. De kerstvakantie is nog bezig. Ik ga voor nummer 1. En dat heb ik uiteindelijk ook bereikt. Tranen van geluk. Karpeltunnel in mijn pols. En een nummer 1 spot die ik meerdere weken heb kunnen bouwen. Oké, jongens, dat was even een korte bit dat ik heb geschreven. Toen ik pas wakker was, dus vergeef me als dat niet zo goed is. Maar het verhaal is het klopt ongeveer. Ik was de nummer 1 blitzspeler van de PlayStation leaderboard. Vraag me niet hoe dat ik dat heb gedaan. Ik dacht echt van, dat kan toch niet. Ik ga naar school. Er moeten sowieso mensen die no-life zijn, die elke dag spelen. En ik had toen nog examens. Dat was tijdens de... Ja, vlak na de examens heb ik dat gehaald. Dus, allee, ik snap het niet. Ben ik zo goed in Call of Duty? Ben ik zo geweldig? Ik bedoel, ja, het moet wel. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Like en subscribe. En ik zie jullie in de volgende. Ciao.